Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Dijken beschermen ons land tegen overstromingen. Binnen de dijken moet er voldoende water beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor drinkwater en de landbouw. Gemalen en sluizen spelen hier een belangrijke rol. De Friese boezem bestaat uit kanalen, vaarten en meren die met elkaar in verbinding staan. Bij veel regen wordt overtollig water uit de laaggelegen Friese polder naar de boezem gepompt. Overtollig water in de boezem wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Bij extreem hoogwater pompt ook het Woudagemaal water naar het IJsselmeer, waardoor de waterstand in de Friese boezem weer daalt. Als de zon gaat schijnen en de bomen en planten gaan groeien, is er juist water nodig. Bij de Tirolse Kolk wordt dan water uit het IJsselmeer ingelaten in de Friese boezem. Als het water in het IJsselmeer te hoog komt, wordt het via de spuisluizen in de afsluitdijk naar de Waddenzee afgevoerd. Spuien kan alleen bij lage waterstand in de Waddenzee. Door klimaatverandering komt er in pieken vaker en meer water in het IJsselmeer terecht. En de zeespiegel stijgt, waardoor er minder tijd is om te spuien. Om ook in de toekomst voldoende water af te kunnen voeren, worden tussen 2018 en 2022 grote pompen in de afsluitdijk gebouwd. Die kunnen altijd water afvoeren als spuien niet meer voldoende is. Zo zorgen we er samen voor dat Nederland is beschermd tegen overstromingen en dat er voldoende water beschikbaar is. Nu en in de toekomst.